Ik heb de aardappelen klaarstaan voor het proefveld. Ik zal jullie nog even een beetje uitleg geven hoe het gaat met het kweekwerk. Ik begin met het uitzoeken van de kruisingsouders. Ik heb er hier als voorbeeld even 8 op tafel gelegd, om te zien wat de mogelijkheden dat er zijn. Na het kruisen komen de bessen aan. In die bessen zitten de zaden. Het volgende jaar zaai ik zo'n 6000 zaden van 30 kruisingen uit. De plantjes verspeen ik. En na een milde selectie houd ik er ongeveer 2500 klonen aan. Met 1 knolletje per plant. Per kruising blijven de knollen bij elkaar. Ondanks dat ze per kruising dezelfde ouders hebben, zijn ze allemaal verschillend. Het opvolgende jaar vindt er tijdens het rooien een behoorlijke selectie plaats. Van de 2500 blijven er ongeveer 300 over, die ik het jaar erop met 8 knollen gepoot worden. 4 voor pootgoed en 4 voor consumptie. De oogst hiervan wordt goed bekeken en getest. Van de blijvers, wat er dan nog maar zo'n 40 zijn, gaan er het volgende jaar 14 knollen de grond in. 8 voor pootgoed en 6 voor consumptie. De klonen die resistent zijn tegen Phytophthora hebben al 2 keer op een bioproefveld gestaan. De 20 zaailingen die overblijven gaan het jaar erna als vierdejaars de grond in en worden bij een van de handelshuizen verder beproefd. De enkele kloon die deze beproeving in de volgende jaren doorstaat, kan na vele jaren in aanmerking komen voor registratie en opname in de rassenlijst.